Dicht van Guo Jinyu, een Chinese dichter die pas onlangs is gedebuteerd. Hij was arbeider, is dat eigenlijk nog steeds, uh, in Foxcom, een uh, fabriek waar ze mobieltjes maken. En um, het verhaal gaat dat hij vanaf de plek waar hij werkt... Zicht dat op een gedicht wat opgehangen was aan de muur tegenover de machine waar hij uh, aan stond te werken. En dat zag hij iedere dag, iedere dag opnieuw en dat heeft hem geïnspireerd om uh, zelf te gaan uh, dichten. En het gaat ook over een man die als werk heeft, wat Gual yu zelf ook heeft moeten doen. Om netten vast te maken aan een paar hoge flats van die fabriek, omdat er veel mensen zijn die na verloop van tijd van die flat naar beneden wilden springen. En dit zijn netten die opgehangen worden op de dertiende verdieping om zelfmoorden tegen te gaan. Op papier terug naar huis. Een jongen telt kort voor dageraad van de eerste tot de dertiende verdieping. Als hij klaar is met tellen, staat hij op het dak. Hij. Vlieg, vlieg. De beweging van vogels onnavolgbaar. De jonge man trekt een rechte lijn. Zo snel een blikseflits. Je ziet alleen de voorste helft. De aarde, groter dan het stadje Longois, komt hem tegemoet. Snelheid leidt de jonge weg. Reist leidt het kleine wit weg. Moeders tranen springen van de rand van dakpannen. Dit is de dertiende sprong in een half jaar. Die eerdere twaalf. Stof, net neergedaald. De herfstwind wiegt moeders rietpluimen nachtenlang. Zijn witte as, brooswit, keert per trein terug naar huis, zonder aandacht voor het rijstwit, het rietpluimwit, moederswit, rijpwit. Het enorme wit begraaft het minuscule wit, net zoals moeder haar dochter begroef. Op de dertiende verdieping wordt een net tegen zelfmoord vastgemaakt. Mijn werk om het loon van één dag te krijgen. Uit alle macht draai ik, met de klok mee, beetje bij beetje een schroef vast. Hij stribbelt stiekem tegen, protesteert. Hoe meer kracht ik zet, hoe gevaarlijker. Rijst, vissengeurlippen, een kuiltje met twee druppels dauw. Ze is nog steeds bezorgd. Herfstkleren worden iedere dag minder. Mijn vriend, die op papier terug naar huis is gekeerd, behalve rijst, jouw verloofde, zijn er maar weinig mensen die nog weten dat jij in kamer 701 van dit gebouw ooit een bed hebt gehad, dongwang rijstnoedels hebt gegeten.